Dag dames. Ga je iets anders vervelend doen? Wat moet je nou, Tobias? Nou, ik niet zoveel. Maar moeten jullie niet eens aan iedereen vertellen hoe het zit? Maak ik zelf wel uit. Oh ja, nou, als ik het doe is het een stuk makkelijker hoor. Ja, wat wou je doen dan? Nou, ik zou bijvoorbeeld de schoolkrant kunnen bellen. Of ik vertel het gewoon aan iedereen. Nou, lekker kinderachtig. Je bent gewoon jaloers. Jij bent kinderachtig. Ja? Gisteren had je helemaal gelijk. Anno 2008 is niemand een fossiel. Maar in 2008 kun je toch gewoon rustig vooruitkomen dat je homo bent, hè? Maakt dat wat uit? Kom je er toch gewoon voor je grote liefde uit? Oké. Okay. Wat? Ik wil het niet meer langer verstoppen. Maar je wou toch dat het... Nee, zijn gezeik is erger. We doen het gewoon. Zo, stoer zeg. Kop dicht. Hoe dan? Gewoon. Ik wil even wat zeggen. Sommigen van jullie zagen ons net hand in hand lopen. En dat is omdat wij... Wat een feest hier. Dat is omdat wij wat met elkaar hebben. Gezellig. Hoe lang al? Sinds kort. Maar het is wat moeilijk om te vertellen. Nee, ik vind het echt hartstikke goed dat jullie voor jullie relatie uitkomen. Ja, ik ook. Ja, hoe meer stelletjes, hoe beter. Nou, nu weten jullie het ook. Mooi. Kunnen we dan nu met de les beginnen? Graag, mevrouw Moeketier. Tuurlijk. Leuk hoor, jongens. Luxor. Jongen. Heb jij paragraaf 6 goed voorbereid? Nee. Flip en Koen een relatie? Eel. Tja. Gelukkig ben jij heel anders dan je broer. Ja. Ja, niet zo'n watje. Nee, ik ben geen watje, hè? Lief broertje. Waarom zou ik een watje zijn? Ja, weet ik veel. Ik vind het wel raar. Er zijn wel meer dingen raar, Annabella. Jouw haar bijvoorbeeld. Hé, naar jou of naar mij? Ik ga vanmiddag naar mevrouw Kleerkoper toe. Is dat die oude mevrouw? Ja. Veel plezier. Ja, ook veel plezier, hè, met je vriendje. Zullen we zo samen huiswerk gaan maken? Ja, gezellig. Let's go. Hey. Hey. Ben je een beetje opgelucht? Ja, joh. We zijn gewoon trendsetters. Straks valt de hele school op, jongens. Ik wilde u nog wat vragen. Over de jurk die u mij gegeven had. Was het gebruikelijk om in de Tweede Wereldoorlog kleding te maken van parachutestof? Ach, kind. In de oorlog gebruik je alles wat maar kon. Er was bijna niets. Geen eten, geen kleding. Sommige vrouwen trokken strepen op hun benen om net te doen alsof ze kousen met naad aan hadden. Ja, je was al blij als je veilig was. Je weet toch wat er gebeurd is met de Joden in de oorlog en de homoseksuelen? Nou, van de Joden, dat weet ik. Die werden naar kampen gestuurd. Maar de homo's? De homo's werden ook opgesloten en vermoord. En zigeuners. Dat was verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Mensen werden gezien als varkens die je kon afslachten. Denkt u dat de mensen veranderd zijn? Sinds toen? Dat ze beter geworden zijn? Ik hoop van wel. En als ik jou zo zie, dan geloof ik het ook wel, Fiona.